Kleine bierbrouwerijen komen steeds moeilijker rond. Stijgende kosten en een tegenvallende verkoop zorgen ervoor dat de brouwerijen ermee moeten stoppen. Vooral de speciaalbiertjes zijn flink duurder geworden en dat wil de consument niet meer betalen. Dit gebeurde ook bij brouwerij Nevel uit Nijmegen. Stijgende kosten voor brouwerijen, maar ook voor consumenten. Het zorgt ervoor dat speciaalbieren van kleine brouwerijen steeds zeldzamer worden. Ze dreigen namelijk te verdwijnen. De consument haalt liever een betaalbaar speciaal biertje in de supermarkt dan dat ze langsgaan bij een lokale brouwerij. Ook Matthias Terpscha van brouwerij Nevel moet gedwongen stoppen door de teruglopende verkoop. Ja, rondom COVID merkten we dat de verkoop al iets fluctueerde. Eerst afnam, toen alweer toenam. Maar eigenlijk pas na COVID, toen dingen een stuk duurder werden. Zowel voor ons, maar ook wel voor heel veel mensen in Nederland, merkten we ook wel dat het gewoon de patroon van hoe mensen inkopen en bijvoorbeeld hun bieren inkopen ook wel veranderde. Nevel Brouwerij maakt zure en wilde bieren. Een echt speciaal biertje dus. De bieren moeten lang rijpen op vaten en ze worden gemaakt van lokale producten. En dat maakt dat ons bier wat duurder is dan gemiddeld. En juist daarin zien we dat mensen wat minder daarvan kopen. Misschien iets meer op budget letten. Terpstra is niet de enige brouwer die het moeilijk heeft. Hij merkt ook dat andere kleine brouwerijen moeilijk rondkomen. Maar waar ik hier en daar natuurlijk wel wat opvang is dat iedereen het wel moeilijk heeft. Maar ik denk ook wel de druk van de grote brouwerijen. Dus je hebt in Nederland onafhankelijke kleine brouwerijen. Maar je hebt natuurlijk ook de grote jongens, zoals we dat noemen. Dus die zijn ook een tijd geleden begonnen met het overnemen van kleinere brouwerijen. Daar hebben denk ik de kleine brouwerijen nog het meeste last van, mijn optiek. Is die kunnen onder de vleugel van de grote jongens wel heel erg stunten. Veel meer marketingkosten. En kunnen in de supermarkt veel grotere plek nemen. Dus dat zie je ook als je het weet. En daar ligt het grote gevaar voor de kleine brouwerijen. De consument zoekt toch liever een lekker biertje uit in de supermarkt, waar de prijzen lager liggen en er ook nog eens flink gestunt kan worden met aanbiedingen. Ja, helemaal in het begin van toen craft beer en speciaal bier heel erg opkwam, dat mensen juist heel erg naar ook speciaalzaken gingen. Dus dan heb ik het even over de verkoop voor thuis. En je merkt dat nu steeds meer naar de supermarkt trekt. De supermarkten hebben ook de beweging gemaakt om een groter assortiment aan te nemen. Maar die kunnen met de prijzen veel meer stunten. En dus gaat de verkoop van duurder speciaal bier steeds verder achteruit. Ja, toen dingen voor iedereen een stuk duurder werden, dat de verkoop echt significant terugnam. We hebben nogal wat pogingen gedaan om te kijken van hoe kunnen we daarmee omgaan. Kunnen we alsnog de brouwerij een bepaalde vorm maken dat werkt. Maar conclusie was uiteindelijk dat werkt niet.